Een doeltreffende luchtbescherming met een leven in vorten en onder een grond is niet mogelijk. Veeleer dient de luchtbescherming te zijn een levend organisme dat zonder ondraaglijke kosten zich steeds kan aanpassen aan de veranderende middelen van oorlogsvoering. Geen paniekstemmen, een juiste beoordeling der gevaren en de bereidheid van een ieder om aan die organisatie mede te werken zijn voor haar welslagen de allernoodzakelijkste factoren. Deze demonstratie geeft aan hoe met eenvoudige middelen straal en water gevormd kunnen worden. Al deze middelen zijn eenvoudig en doeltreffend. Deze demonstratie geeft een beeld van een koolzuursneeuwapparaat. De samengeperste koolzuur wordt uitgespoten en vormt koolzuursneeuw met een temperatuur van 68 graden Celsius onder nul. Door afkoeling wordt het vuur geblust. Deze demonstratie geeft aan hoe reeds met zeer kleine draagbare motorspuitjes flinke stralen gevormd kunnen worden. De waterlevering bedraagt 400 liter per minuut met een druk van 4 atmosfeer. Geschikt om 2 stralen, ieder van 200 liter per minuut te leveren en waarmee de een brand voorbij het beginstadium kan worden bestreden.